Danke, Mann. Herzlich bedankt. Wie von Juli heeft een heel goed geheugen? Hat man Hannen sehen. Anderhalf, okay. Na gut, ich knapp nach diese Ankündigung ist es nicht der Moment, weil ihr enthusiaste Arm nach oben geht. Und doch interessant. Wenig Menschen seien von ihren eigenen Hören echt overtaucht. Heel kort, dit is mijn disclosure. Ik werk de helft van mijn tijd in de wetenschap aan het Donners-Instituut. Maar ik geef ook veel lezingen en workshops en doe ik ook voor bedrijven in de gezondheidsbranche. En toch praat ik vooral over mijn overtuiging en ook wat wij in de wetenschap hebben gevonden over het geheugen. En wat ik net al noemde, is echt al de eerste stap. Hoezo vinden weinig mensen dat hun geheugen echt heel goed is? Het lijkt zelfs erger en erger te worden als ik om mij... Als ich um mich herum kijk, sehe ich mehr und mehr Menschen, die den Namen von der eigenen Partner auf der eigenen Lichaam getatuiert haben. Outliefde, sicher. Ja, das kann auch missgehen, das sehe ich hier, best gut. Doch soms handig, even ein bisschen still zu stehen mit jouw eigen Gehirn. Ja, sicher. Als ich mit meinem Gehirn ein bisschen Indruck will machen, muss ich was mehr tun, als den Namen von meiner Frau zu können onthouden. En ook in geheugensport is ondertussen de competitie vrij groot. Ik vind het altijd spannend om een beetje te kijken, ook als net geheugensport wordt genoemd. Ja, in welke gezichten kijk ik? Is het al bekend wat ik doe? Kennen mensen de sport of wat minder? Bij ons, en ook in Duitsland zit het niet zoveel anders, is het niet de meest bekende sport. Er zijn wel delen op deze wereld waar het in de laatste jaren enorm gegroeid is, voornamelijk in Azië. Een aantal jaar geleden was de wereldkampioenschap geheugensport een jaarlijk evenement, als er geen pandemie is, in London. In Mongolië. Mongolië, een land met alleen 3 miljoen inwoners in Azië, heeft voor het eerst meegedaan dit jaar met een hele team aan de wereldkampioenschap geheugensport. Ze hebben het gelijk gehaald in de ranking, in de tableau van de landen, de derde plek te halen. En voor Mongolië, voor het land Mongolië, was dit zo'n groot succes. Als het Mongools geheugensportteam terug is gevlogen van Londen naar Mongolië, worden ze in Mongolië op het vliegveld afgehaald door de Mongools premierminister persoonlijk. De hoofd van het team als geheugensporter was de officiële atleet van het jaar van Mongolië en zat in de jury van MGT. Dus Mongolia's Got Talent of zoiets. De Filipijnen worden tweede. Als die teruggevlogen zijn, worden ze op het vliegveld ontvangen door het nationale televisie voor de Evening News. Later uitgenodigd in de National Congress. En de beste van hun had een volledige beurzen om als pro-sporters geheugensport te doen. Mijn team, Duitsland. Kan je horen dat ik Duitser ben? Ja, oké, is goed. Ja, wij hebben gewonnen. Yes, nummer 1. Ik word op het vliegveld afgehaald door mijn moeder. In de lokale krant was het ongeveer zo lang stukje, maar mijn naam was helaas fout geschreven. Ja. Dat is dan wel een verschil. Maar Remco noemde het al. Natuurlijk ben ik ook blij als ik ook bij ons vaak de kans krijg te laten zien wat mijn sport eigenlijk is. Ik was bij Holland's Got Talent als deelnemer, maar ook in wetenschappelijke programma's zoals de Kennis van Nu en zo verder. En natuurlijk dacht ik, met een klein beetje moet ik vandaag ook beginnen voordat ik jullie iets uitleg. Ik heb zo'n pak speelkaarten mee. Mag ik je even vragen, kan je mij kort helpen die even schudden? Het is geen kaartentrucje, dat hebben we al gezien. Het is iets anders, alleen even schudden voor mij. Ah, jawel, wel iets anders. Je snapt mij wel. Een geheugenkampioenschap heeft 10 taken. Een gewone geheugenkampioenschap, net als de decathlon in track and field, heeft 10 taken. De afsluitende 10e taken. Het laatste wat wij moeten doen, nadat wij al heel veel uit ons hoofd hebben geleerd, is de volgorde van een geschud pak spelkaarten uit ons hoofd leren. Wat denk je, hoe lang heb ik ervoor nodig? 10 minuten, dan is nog tijd voor een koffie, hè? Dankjewel. Ik hoor wat verschillende inschattingen, 2 minuten, 5 minuten. Kan iemand voor mij de tijd stoppen, misschien met de horloge of een smartphone of zo? Ja, hiervoor. Als je zover bent, geef je mij een ready, get, set, go of zoiets. En dan gaan we kijken of het mij vandaag lukt en hoe snel. Kan iemand een ready, get, set, go of zoiets geven?
Stopp. Hoe lang was het? 1 minuut 29 seconden. Oké. Nu moet het nog gelukt zijn. Remco, kan je mij even helpen alsjeblieft? Ik geef je het pak spelkaarten in de handen. Niet laten vallen alsjeblieft. Ik probeer het van boven naar beneden op te noemen. En volgens mij staat er een camera die het voor je op beeld gaat brengen. Dus nadat ik het heb genoemd, noem het maar van boven naar beneden. Zielstorm, maar ik moet wel de eerste kaart even overslaan. Maar daarna weet ik het, is het Schroppenboer, Schroppen 7, Harten Heer, Harten 3, Rauten 8, Rauten 10, Schroppen Aas, Schroppen Heer, Harten 10, Harten 7, Schroppen 5, Klaver Herr, Klaver Aas, Harten 4, Harten Frau, Rauten 2, Rauten 7, Harten Aas, Harten Bur, Schroppen 6, Klaver 9. Rauten 6, Harten 9, Schroppen Frau, Rauten 5, Schroppen 10. Klaver 2, Klaver 8. Harten 5, Harten 8, Klaver 10. Schroppen 8, Klaver 4. Schroppen 2, Klaver 6. Schroppen 4. Rauten 3, Klaver 3, Rauten Bur, Rauten 9, Rauten Herr, Harten 6, Klaver Frau, Harten 2, Klaver Bur, Rauten 4, Rauten Aas, Klaver 7, Rauten Frau, Schroppen 3 und Schroppen 9. Dank je wel. Dank jullie wel. Bedankt. Kan je maar van de allereerste... Waren ze allemaal goed, behalve de eerste? De laatste twee waren net, volgens mij, net, om, waren... net om. Echt? Ja? Of zat ik... Nee, maar laat me even weten het teken van de eerste kaart. Het symbool, het teken. Ja, als ik het niet geschud heb, maar het is een... Een teken. Ja, schroppen, haten. Oh, het is klaver. Klaver. En volgens mij gaf je al een hint, dat het de klaver 5. Klopt het? Ja. Ja. Dankjewel. Bedankt, bedankt. Oké. Klein foutje is hopelijk net toegestaan. 1 minuut 30, ja, is wel nog goed. Het beste wat me ooit gelukt is in kampioenschap, was daadwerkelijk het hele pak in 30 seconden op mijn hoofd te leren. En, dankjewel. Als ik zoiets mag laten zien, hoor ik vaak de vraag, Boris, zeg eens, sinds wanneer weet je dat je dit kan? Dus mensen verwachten kennelijk, ja, je kan het of niet, en als je het kan, schrijf je misschien een beetje op, maar het klopt natuurlijk niet. Ik heb nooit ontdekt dat ik het kan, ik heb het wel geleerd. En toch is de vraag erachter, ja, wel wat interessanter. Hoezo kan een volwassene mens leren, als ik de slide weer kan krijgen, het eigen brein anders te gebruiken? Hoezo kan ik als volwassene mens leren, zoiets te doen, wat eerder volledig onmogelijk was? Ik had oorspronkelijk natuurkunde gestudeerd, maar mocht dan voor mijn PhD-onderzoek wel nog een beetje van richting veranderen en ben de neurowetenschappen ingegaan. Ik wilde graag kijken, wat gebeurt in jouw brein als je traint? Als je geurentechnieken gebruikt, maar vandaag de dag gebruiken we ook veel onderzoek over
modern technology, dingen waar je eerder veel heeft over gehoord. Wat maakt het eigenlijk met ons brein? En kunnen we het ook gebruiken om slimmer te worden in plaats van dommer omdat wij te veel aan de apparaat afgeven? Maar als ik het over het brein heb, heeft iedereen in mee? Ja, ik hoop het best. Flauw grapje, dat klopt. Doe even mee. Doe alsjeblieft twee vuisten, houd je handen naast elkaar en kijk even wat je voor je ziet. Voor je zie je nu een heel simpel model van jouw brein. Dus ongeveer zo groot is het, de volume klopt best goed. Je kijkt zo teleurgesteld. Sorry. Ja, maar ja, het is wat het is. Je kan hier nog veel vertellen over twee helften van jouw brein. Dat laten we vandaag even zitten. Als je je handen vouwt, staat het wel voor de feit dat leren betekent dat je nieuwe verbindingen in jouw brein aanmaakt. En als we het over magie hebben, is het toch wel magisch hoe zoveel of weinig brein ja, zoveel kan doen als wij als mens met ons brein kunnen doen. Als je wil weten hoe werkt ons brein, kan je op heel verschillende niveaus kijken. Je kan heel diep inzoomen en naar enkele neuronen kijken. Enkele zenuwcellen in jouw brein, bij de mens moeilijk te doen. Goed beschermd door je hoofd. We hebben heel veel ervan, bijna 100 miljard. Heel veel wat wij weten over hoe enkele van deze zenuwcellen werken, weten wij onder andere dank deze beest. Dat is aplysia. Kan ik even een applaus voor aplysia hebben, alstublieft? Ja, is dat genoeg? Applaus, aplysia, so kann hier der Name auch was beter unterhalten. Das aplysia ist ein Slug, die hilft allein 80.000 Neuronen. Und die Comic Mans hier ist ein echter Leben, vielleicht Erik Kandel, ein von den meist bekannten Neurowissenschaftlern, hat selbst den Nobelpreis gewonnen. Unter anderem für den Fall, dass er auch gefunden hat, dass es voldoende ist, als Hai von Bauten 2 Sehnenzellen aktiviert, dass diese zeitgleiche Aktivität voldoende ist, dass er neue Verbindungen entsteht. En dat zo leren op het niveau van enkele neuronen gebeurt. En zo'n beest kan echt wel dingen al leren. Het kan zelf een voorkeur hebben. Nou ja, cijfers gaat hij niet uit zijn hoofd leren. Het menselijke brein is ook niet één netwerk. We hebben heel veel verschillende hersenen en regio's. En dan kan je natuurlijk vragen, en waar zit dan nu de harde schijf? Waar in het brein is het geheugen? Nou, en aan de vraag snap je al, nou, zo klopt het kennelijk helemaal niet. We hebben niet één geheugen. Het geheugen voor namen werkt anders als het geheugen voor belevenissen, wat hier gebeurd is. Het geheugen voor cijfers is misschien niet zo goed, maar die vernutteloze feiten werkt echt goed. Dus daar zit een verschil in. Je kan natuurlijk kijken, waar vind ik nu in het brein terug? Wij hebben ervoor ondertussen apparatuur zoals deze, de kernspintomograaf, de MRI, waar wij ja, het brein kunnen onderzoeken, ook de volume van enkele hersenregio's kunnen vergelijken, maar ook echt, sinds 20 jaar kan het vrij goed, naar de activiteit in jouw brein tijdens een taak kunnen kijken. Dus ik kan je vragen, kom je ons bezoeken op de campus in Nijmegen, in het Donners Instituut hebben wij 3 van deze apparaturen, echt een luxe situatie voor ons onderzoekers. En daar is een scherm in, misschien geef ik je wat cijfers om uit hoofd te leren. Of wat namen of spelkaarten, waar we even zin in hebben. En als ik genoeg geurentaken geef, zie ik dus deel 1, altijd netwerken die het doen. Nooit een enkele plek. Het is altijd verdeeld door jouw hersenen door. En als ik genoeg taken heb, is ook iedere deel van jouw hersenen soms mee erbij en soms ook weer niet. Dus er is geen plek voor het geheugen. Leren en denken is eigenlijk hetzelfde. Als je denkt, heb je activiteit, verandert jouw brein. Als je iets wil leren, gebeurt hetzelfde. En toch zijn er dingen die makkelijker van de hand gaan als andere. Als wij dus kijken hoe mensen die hun geheugen getraind hebben het doen, is vaak de reactie niet, of voor de eerste uitslag niet, dat wij zien dat hun brein anders is. Het wordt gepubliceerd in papers zoals deze, waar wij dus vinden, de breinen, de hersenen zelf, daar was echt geen verschil met een controlgroep. Maar wel in de verbindingen binnen de brein. En dus ook hoe ze het gebruiken. Vraag je een geheugenkampioen, nou, hoe doe je het dan, dat je andere hersenregio's gebruikt? Zegt hij, nou ja, geen idee, maar het heeft zeker te maken met de geheugentechnieken die ik toepas. En als ik het over die mag hebben, gebruik ik vaak deze plaatje. Mijn geheugenpaleis. Wie heeft ooit het woord geheugenpaleis gehoord? Je moet het niet kunnen uitleggen, maar heeft het ooit gehoord? 10%, zal ik inschatten. In de afgelopen jaren is het woord iets bekender geraakt, onder andere door de Sherlock Holmes-series van BBC, maar in Nederland was ook het boek Het Geheugenpaleis van een Amerikaans schrijver een succes. Daar ja, kwam die naam een beetje meer in de populariteit. Mein Geheugenpaleis laat je zien in het dak het woord geheugen, dat je het geheugen kan steunen door de daksteunen, door de pilaren, door verschillende geheugentechnieken. Er zijn verschillende, wij kijken vandaag, de tijd is een beetje beperkt, vooral naar de plaatsmethode. Maar voordat we dat doen, kijk even naar beneden.
Alle Höhen der Kirchen seien aufgebaut auf dasselbe Prinzip. So ein Paleis hilft auch ein Fundament. In Bilden denken. Ich kann es eigentlich noch breiter machen, in Vorstellungen denken. Als es dir lügt, dir iets vorzustellen, Bilden, Plaatjes in je hoofd te hebben, dann lügt es dir andere Höhen, Systeme, die je al hebt, te aktivieren, Dinge makkelijker te leren. Naja, das war frei viel Theorie. Laat even sehen, ob das auch klopt. Ich habe ein Verhaal für jullie mee. Ein Verhaal, die het Bestsellerlijst niet gaat halen, maar die jullie zich kunnen voorstellen. Dus mijn taak aan jullie is, stel je voor. Stel je alsjeblieft even voor, hier komt plotseling nog iemand op het podium, een meneer, die heel erg kaal is. Een heel kale meneer. En ik ben een beetje verbaasd, ik ben nog niet klaar. Maar ja, nog vreemder, die heeft een zeil van een boot, een heel goed zeil in zijn handen. En zegt, nou, ik zou die jou geven. En ik denk, nee, echt niet. Doch, ik was bouten hier op de straat, voor de deur op de straat, op Keizer Karelplein. En daar was een jongen, die gaf die aan mij en zei, die moet hier op het podium. Ich denke, ja, hat jemand ein Grabchen mit dir auch gemacht? Ich habe echt kein Seil nötig. Und ich sehe auch keinen Jungen. Was habt ihr da? Und ich sage, die Jungen sehen wir von hier nicht. Man kann nach dem Jungen, er ist ein Bison. The Beast. Ein Bison. Und, oh, die sehe ich, ja. Der Bison, die läuft nicht einen Hövel nach oben. Und boven auf dem Hövel, stell dir vor, boven auf dem Hövel sitzt ein Eil. Ein Aal, der Vogel. Ist ein lastiges Wort von Deutsch. Sorry. Es ist ein Aal. Das, der kahle Meneer kam mit einem Seil. Die op de straat van een jongen had gekregen. En naast is een bison, die loopt een heuvel bovenop. Er zit een aal. En om die aal omheen loopt een agent. Misschien een politieagent. En die kijkt ook naar de aal, die let niet zo goed op. Die stapt met zijn voeten in blubber. En het wordt heel erg vies. Daarnaast staat een kok. Dat zie je misschien aan de kleding, dat het een kok is. En die kok zegt, nou wat doe je, kijk, ze hebben hier expres een balk geplaatst. Loop beter op deze balk helemaal tot het eind. Dann bin ich auf die juste Route von der Hövel auf. Auf die juste Weg, weil ich haute und haute express die juste Route von der Hövel auf. Das Bison lebt der Hövel nach oben, ein Aal. Der Agent lobt umhin, man stoppt in Blubber. Yakibaki, sagt mein Sohn altijd. Die ist 3 Jahre. Yakibaki, finde ich leuk, um zu sagen. Yakibaki. Und dann startet ein Kok. Die Kok sagt, lobt auf diese Balk, tot het eind. Dann bin ich auf die juste Route von der Hövel auf. Ja, kein Spruch hier, um die Kinder ins Dorf zu praten, aber. Ein Verhaal, die je kon verzinnen. En als je het hebt gedaan, ben ik nu vrij zeker dat het ons gaat lukken dat ik de verhaal nog een keer vertel, maar de woorden die ik net heb gestrest, weglaat. En die wil ik graag van jullie horen. Dus als je het weet, roep het alsjeblieft terug. Vrees niet bang, ik ga niet onthouden wie iets fout zegt. Echt niet. Ik ga wel onthouden wie niet meedoet. Dus er kwam iemand, een meneer, die was heel erg... Heel goed, die houdt vast een... Waar heeft hij die gekregen? Van wie? En naast is een? Die loopt op een? Er zit een? Wie loopt omheen? Die stapt in? Er staat een? Die zegt? Loopt tot het? Voor de juiste? Heel goed. Nou, ga even door. Dat is wel een echt goede frustratie. Dus je mag jezelf applauderen. En dat is geen grapje, dat waren 13 willekeurige woorden in de juiste volgorde. Dat is zonder een geurensteun voor de meeste mensen al tenminste erg moeilijk. Heb je wat meer tijd voor nodig. Maar ja, zo was het een makkie. Nou, ik zei 13 willekeurige woorden, dat klopt niet helemaal. Gefeliciteerd, jullie hebben net de volgorde van de laatste 10 Nederlandse premiers uit het hoofd geleerd. wat heb ik gedaan? Kaal? Karl staat voor meneer Karls. Seilenstraat voor Seilstra, Jong voor de Jong, Bison en Heuvel voor Biesheuvel, Uil voor den Uil, Agent voor Acht, Blubber, Lubbers, Kok, Kok, Balk, Einde, Balkenende. Bitte. Dank je, lieber. De laatste 10 Nederlandse premiers en dat van een Duitser. Ja. Oké. Was haben wir eigentlich getan? Nou, ich muss erst die Worte finden, die vor den Namen stehen, die noch verbinden. Das ist doch viel mehr, als ich allein mal die Leiste hat gelernt. Und das klopft auch ein bisschen. Ja, es ist mehr. Aber es opent eigentlich andere Gehörensystemen. Das hilft dir auch, das gleiche lange Termin Gehören binnenzukriegen. Mit so einem Verhaal kann ich auch best was Dinge bereiken. Ihr müsst vor allem auch nichts vorbereiten. Das bleibt auch was beperkt. Je kann wel lange durchgehen. Das nu sind wir auf der Route, weil wir noch nicht zu lang, weten noch nicht, wie lang die ist und wo die hingeht. Aber uiteindelijk kan je iets toevoegen. Dat is niet lastig. Maar als één verbinding kwijtraakt,
dann gaat het je waarschijnlijk niet meer lukken ook de rest nog te weten. En hier helpt de plaatsmethode. Plaatsmethode wordt ook Loki-methode genoemd in de wetenschap en in het Engels. Method of Loci of Method of Loki. Of dus Geuren Paleis. Is een techniek die echt magisch is. Die echt dingen mogelijk maakt voor iedereen die je bijna onmogelijk vindt van begin aan. Ik wil graag met jullie een warm-up oefening doen. Ik wil je graag uitnodigen even de ogen dicht te doen, even de ogen te sluiten. En stel je voor, je staat bij jezelf buiten voor de voordeur. Je staat buiten waar je woont. Het maakt niet uit of het een appartement is, een woning, een huis of alleen maar een kamer. Je staat buiten. En stel je voor, je doet de voordeur open en kijkt bij jezelf binnen. Wat zie je dan? Ik weet dat ik de voordeur open doe. Nu weten jullie ook hoe Remco vroeger heeft gewoond. Dus op de rechterkant is gelijk het gasten. WC, links is de schoenenrek, helemaal tevoren is de garderobe. Dan ga ik weer de linkerdeur in de woonkamer, naast de kachel, onder de open trap, into the West Wing. Nou ja, niet helemaal, maar een beetje tenminste. Jullie weten natuurlijk hoe jullie woning eruit ziet. Dat heb je nooit bewust uit het hoofd geleerd. Ik weet niet hoeveel tegels liggen er in het gastenbad, dat ben ik niet. Maar ik weet wel welke kamer is, hoe die ingericht is. En daar kan je echt gebruik van maken om het iets heel anders mee te leren. En voor mij ook weer heel leuk, een lezing echt voor een groot publiek te geven, maar de groep is zo groot dat we nu niet samen hier een wandeling kunnen doen. Als ik een dagcursus geef, dat mag ik ook soms doen, heb ik een klein groepje van een hele dag. Daar pakken we echt de tijd en gaan samen op die locatie waar wij ook zijn, zo'n geurenpaleis bouwen. Maar voor hier heb ik een alternatieve lijst mee. Het is een lijst die op dezelfde manier werkt, maar niet in een zaal, maar langs het lichaam. En ik noem het lichaamslijst. En dit is wel ook de congres in beweging, dus sta nog een keer even op. Doe graag even mee, we willen een lijst leren van 10 plekken langs het lichaam. We beginnen beneden, dus de voeten zijn nummer 1. Dan werk ik gewoon van beneden naar boven, dus het volgende wat ik zie zijn mijn knieën. De knieën nummer 2. Bovenbeen, bovenbeen is nummer 3. Verder boven, achteren, de billen nummer 4. Doe jouw hand naar boven alsjeblieft. De hand heeft 5 vingers, leg de hand op de balk. Op jouw eigen balk. Dankjewel. 5e punt is balk. Als je niet bij 5 bij balk bent, heb je een punt vergeten of een ernstige probleem. 1 was voeten, 2 knieën, 3 bovenbeen, 4 billen, 5 balk. 6 is borst, 7 schouders, 8 keel, 9 mond, 10 ogen. 5 was? Balk. 6 is borst, 7 schouders, 8 keel, 9 mond en 10 ogen. Ik wil graag nog een keer van jullie horen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dank jullie wel, jullie mogen zitten. Ook dit was vrij makkelijk, omdat we al weten hoe de lichaam lijkt. Ook deze plekken waren nog steeds wat willekeurig. Ik had ook mond en neus kunnen kiezen. Maar omdat je weet hoe de lichaam lijkt, was het niet moeilijk deze lijst te onthouden. Dat was nu ook niet de prestatie om die het ging. Deze lijst is nu een werktuig, een tool voor jouw geheugen. Met deze lijst kunnen we iets heel anders uit het hoofd leren. Net hadden we 13 woorden in de juiste volgorde. Nu gaan wij 20 woorden leren. 20 woorden, 10 plekken, dus 2 woorden per plek. Hoe onthoud ik woorden op een plek? Nou, door iets te verzinnen, stel je voor in beelden denken. We beginnen dus bij de voeten. En stel je voor met de voeten, je loopt over mos. Je loopt over mos, je ziet het, maar stel je ook voor misschien, je hebt de schoenen weggedaan, de sokken ook, hoe het voelt. Misschien is het wat koud, het is al november, maar ja, je voelt het, je loopt over mos. En als je zo door de mos loopt, staat er plotseling een koe. Een koe die kauwt op het mos. Het woord kauwen alleen is niet gelijk in beeld, maar er staat een koe die kauwt op het mos. Dat kan ik mij voorstellen. Ja, en van al het geloof word ik een beetje moe. Excuus, gelukkig is hier een bank of zo. Ik ga even zitten. Maar op het moment dat ik zit, komt er van de zijkant de koningin van Engeland. En die wil ook zitten, dus die gaat zitten op mijn schoot. Maar ze met die stiek dus helemaal tevoren op de knieën. Dat is helemaal vreemd. Ja, dat klopt. Maar je kan het je voorstellen. Nog voordat ik realiseer wat hier eigenlijk gebeurt, en misschien de koningin de plek aanbiedt, pakt ze een klok, maakt heel veel lawaai met een klok.
Probeer het ook echt te horen, dus je moet het specifiek maken. Is het een klok van een kerk? Is het meer een klein klokje die je thuis heeft? Of is het een koebel? Maakt niet uit, maar kies één. Dus ik zie misschien een koningin met een klok, lawaai maken. Verder ging het van de knieën naar de bovenbenen. En daar voelde ik plotseling, en stel je ook je eigen bovenbeen voor, je wordt heel erg warm, echt heet. En je denkt, nou, wat is dit nu? Je pakt je hand in de broekzak en ziet er een gloeilamp in. Een gloeilamp, die is aan. Die is aan en ik denk nog, hoe dan? Hier is geen elektriciteit, geen socket, maar die is aan. En het is echt zo heet, ik gooi die snel weg. En, oh, dat was nu grappig, die is direct in het bullseye van het dartboard gevlogen. Wij onthouden gloeilamp en bol. Verder gaat het bij de billen. Stel je voor, je bent net opgestaan in de ochtend, je bent een beetje moe, en misschien ook een beetje hangover. Gaat naar de badkamer en ziet in de spiegel en schrikt op je billen een vers gestoken tattoo. Niet alweer. Het weghalen van de eenhoorn was al zo duur. Het is niet eens een mooie eenhoorn, het is Peter Pan die een hamburger eet die mooi op jouw billen getatoeëerd is. Als je nu zegt, Peter Pan, wacht, dat was een kinderboekfiguur, maar ik heb ja geen plaatje in mijn hoofd. Misschien heb je dan ook een oom die Peter heeft of heet of zo, en dan zie je die op jouw billen met de burger in de mond. En nu heb je een beeld in je hoofd wat je nooit meer gaat vergeten. Ja. Dus zo werkt het. Nummer 5, was waar? Balk. Dus bij de balk, misschien hoor je een beetje gerommel. Je denkt, nou, heb ik alweer honger? Is het tijd om nog wat te eten? Nee, niet jouw balk maakt het geluid. Er staat een beer voor je. Een beer, die neemt zijn klauw, omdat die honger heeft. Probeert jou te slaan, maar ik stap even terug. Die krast maar alleen. Het blijft een rode lijn, de krast een rode lijn terug. Voor een beer, de krast de lijn op mijn belly. Dus één was de voeten. Ik ben gelopen over mos. Dan was er een koe, die kauwt erop. Op de knieën zit de koningin met een klok. De broekzak was de gloeilamp. Die is aan en dan gooi ik die in het bolzaai. Bij de billen was een tattoo van Peter, de burger. Bij de balk dus een beer en een lijn. Dus hier ziet al die vreemde, gekke, merkwaardige beelden. Dat gaat heel goed. Merkwaardig, ook een leuk woord. In Duits zeggen we ook merkwürdig. Wat in Duits nog duidelijker vertelt wat het zegt. Het is waard dat je het onthoudt. En ja, zo gaat het ook verder. Denk nu aan jouw borst. Op, eigenlijk uit jouw borst, komt een maden naar buiten. Wie dit nu doet, heeft het goed gedaan. Die maden is zo groot, er zit zelfs een ridder op en rijdt op deze maden. Ja. En dan gaan we al verder bij de schouder. Je voelt plötzlich een hand op jouw schouder. En je denkt, wie is dit nu? Wie zit eigenlijk naast mij? En het is nog corona, ik vind het niet zo fijn, maar je bent verrast, naast jou zit, met de hand op jouw schouder, de paus. Ja. En die heeft al een stuk pizza gehad, die heeft al trek gehad. Vraagt misschien, lust je ook iets? Voor de hand op de schouder van de paus met de pizza. Volgende is wat moeilijk, de plek is keel en het woord is ook keel. Dus misschien voel je iemand kribbelt hier aan de keel. Iemand kribbelt hier aan de keel en wie doet het? Een chef, misschien van een restaurant, die wil dat je meer van zijn dure eten gaat kopen. Dus die kribbelt hier een beetje aan de keel, voor keel en chef. Iets moeilijker, de volgende is weer makkelijk. Locatie, plek was mond, worden zijn liefde en eifertoren. Das ist ein Nacki. Dann denke ich an einen Kuss. Mal sau die romantischer sein als an. Bisschen auf boven ob der Eiffeltoren. Du mein Augen dicht. Geniet von dem Moment. Vergeet alles um einen umhin. Und ich habe auch nicht durch, wo ein von den 1000 Sackenrollers mein Geld stehlt. Ja. Mal als ich meine Augen wieder open tue, sehe ich gleich einen Bock nach mir zufliegen. Ein Bock. Und ich werde jeden Tag boos. Ich rufe, arrestiere diesen Menschen, die nach mir heeft gegooid. Das hat echt können missgaan. Das geht echt nicht. Ich will, dass die in Arrest gaat. Jemand heeft einen Bock nach mir gegooid. Dus ogen open, ik zie een bok naar mij toe vliegen en roep in arrest met deze. Punt 5 was de balk. Er was een beer met zijn klauw en een laai. De borst kwam de maden, er zit een ritter op. De schouder, de hand van de paus en de pizza. De keel en de chef. De liefde en eifertoren. Ogen, bok en arrest. Oké. Okay. 20 woorden. 20 woorden in de juiste volgorde is echt al veel. Laat even kijken of het ons samen lukt. Dus ik zeg nu niks meer. Ik wijs alleen de punt aan. Ik wil van je alleen de 2 woorden horen. Niet het hele verhaal. Maar kijk of je de 2 woorden kan herinneren. Wat waren de 2 woorden bij de voeten? Knieën. Rucksack. Billen. Helemaal goed. Bauk. Borst. Schouder. Keel.
Mond. Ogen. Goed gedaan. Ja, grappig. En nou, echt 20 woorden, zelfs als je zei, misschien 1, 2 wist ik nu niet. Als wij in ons onderzoek niet die geheugenkampioenen uitnodigen, maar de controlgroep, zijn dat meestal studenten. En als die nu geen uitleg van mij hebben gekregen, kunnen die gemiddeld zo 13, 14 woorden in de juiste volgorde onthouden. Dus als die al bovenop staat, dat is echt al een prestatie. En ik weet niet of je ja, aan het begin van de lezing had geloofd dat je 33 woorden, 13 nu, 20, in de juiste volgorde zou kunnen onthouden. En toch is het al gelukt. Nou, ik heb het door dat jullie het al door hadden, dat ook deze woorden weer iets betekenen. Wat heb je gevonden? Steden, heel goed, steden. Gefeliciteerd, jullie hebben net de volgorde van de 10 grootste steden van Europa in de juiste volgorde gesorteerd naar aantal inwoners uit het hoofd geleerd. Help je mij? We gaan het even door. Help mij even. Moskou. Waar woont de koningin? Welke stad? London. Dus klok staat voor Big Ben, grootste klok der wereld. Het moet niet altijd zo'n woordenspel zijn. Derde is niet Eindhoven. Nee, die haalt de lijst niet. Maar wel leuk geprobeerd. Ik snap het wel, maar ik zei iets over de gloeilamp. Ik zei die is aan. En dan was de bolzaai. Is aan, bol, Istanbul. Ja, nummer 3. De volgende is heel makkelijk. Petersburg. Ja, waar woont hij? Rome. Kiev, heel goed, ja. Parijs en de 10 grootste steden. Gefeliciteerd. En ook hier zie je, nou, misschien denk je de lijst, misschien was dat zo nog gelukt. Ik noemde het net al. Wat boven de feit dat je het kan onthouden belangrijk is, is ook dat het gelijk het lange termijn geheugen ingaat. Dat kan ik ook echt in het brein laten zien met de onderzoek. Als ik zoiets met een pak spelkaarten laat zien, zijn de mensen vaak verbaasd dat het mij lukt. Vaak zijn ze nog meer verbaasd als ik zeg, ja, ik zou die nu nog steeds weten. Dus ik weet nog steeds wat klaar voor 5 en dan Schoppenboer en zo verder. En ik weet het ook morgen nog. Dat is niet gelijk weer weg. Ook jullie gaan deze lijst, als je die nu weet, ook morgen en in de volgende dagen nog weten. Als je het in een jaar nog wil weten, moet je wel nog iets doen. Zou dat nuttig zijn te weten wat je nog bovenop moet doen om het in een jaar nog te weten? Ja, oké, geef je een hint. Je moet het nog herhalen. Ja, daar staat hij daar met al zijn leuke geurentechnieken en dan is zijn groot advies, ga het herhalen. Nou, dankjewel. Nou, er is wel meer over te vertellen, omdat de meeste mensen dit echt niet op een goede manier doen. Herhalen in een slimme manier is niet het herkijken, maar het herinneren. Als je het zelf herinnert, gebeurt veel meer in je brein, als dan je het herkijkt. Dat noemen wij testing-effect. Goed onderzocht, enorme effectgrootte, duidelijk effect. Je moet het zelf herinneren. En ik zeg, als je de hele lijst in een jaar nog wilt weten, heb je 5 herhalingen nodig. Niet meer, maar 5 is wel nodig. In de goede momenten. De eerste herhaling doe je nog een keer vandaag. Als je later thuis bent, zelf een keer doorlopen. En dan weet je het nog, omdat het net nieuw is. En kan het dus zelf herinneren. Dus je kijkt weer, was wel bij de voeten, knieën enzovoort. Volgende herhaling morgen, nog steeds heel vroeg. Dan een week, een maand, een half een jaar. Vanavond, morgen, een week, een maand, half een jaar. 5 herhalingen, je weet de hele lijst in een jaar nog. Kan ik je nu niet bewijzen, maar ga het uitproberen. Je gaat zien, het klopt. Het is niet algemeen geldig dat alle informatie altijd 5 herhalingen nodig heeft. Ik heb met die technieken als voorbeeld ook, behalve Nederlands, ook Chinees geleerd. En zeker heb ik van nieuw Chinese woord meer dan 5 herhalingen nodig om die te kunnen onthouden. Andersomheen, ik weet niet wie van jullie kinderen heeft, hoe oud die zijn. Maar zeg, je hebt een dochter en die zegt, mama, papa, luister even. Ik ben zwanger. Hoeft die niet 5 keer te herhalen. Hè? Ja, daar is 1 keer voldoende. Dus het hangt wel af van wat je gaat leren. Ik kijk even op mijn tijd die met je afloopt. Ik wil je graag de hint meegeven. Dit techniek, een geurenpreis, de plaatsmethode, is volgens mij echt ontzettend behulpzaam voor heel veel dingen. Kijk of je soms in de toekomst op je binnenkort tijd heeft bij je thuis echt nog een keer zo'n geurenroute, een geurenpaleis te maken. 10 plekken per kamer is echt goed te doen. Als je 4, 5 kamers doet, heb je al 40, 50 plekken. Dan kan je super veel meer onthouden. Dan moet je echt geen geurenkampioen voor zijn.
En er is echt ook aantoning voor dat dit in de zorg nuttig kan zijn. Als voorbeeld wil ik graag deze onderzoek uit Amerika noemen. Waar een team om Tim Delgage vaak al heeft onderzoek gedaan naar mensen met depressie. Die hebben mensen met depressie zich aan goede dingen in hun leven laten herinneren. Dat valt mensen met depressie moeilijker als gezonde mensen. Maar het lukt hun meestal wel. Maar als je het gewoon zo doet, weten ze als ze dan de 9e, 10e hebben gevonden, de eerste 8 alweer niet. En gezonde mensen wel. En die hebben dan, deze mensen, die ideeën die ze vinden, wat was goed in jouw leven, welke succes herinner je, welke blije momenten, in een geurenpaleis laten plaatsen. En konden laten zien in hun studie dat het niet alleen hielp dat de mensen het wel konden herinneren, maar dat het echt ook een positief effect heeft gehad om depression scores. Dus dat is één mogelijkheid. Een andere, waar je zeker al heeft aan gedacht, is de vraag, helpt het ook mensen waar de geuren achteruit gaat? Hier zit in Leuven, in België, een team om Kasper Bormans, die er ook veel onderzoek naar doen, die ook zeggen, het hangt af van de moment. Maar in de preventie, en ook al bij mensen met een, in Engels, mild cognitive impairment, dus eerste beperkingen, vinden ze dat het echt nog nuttig is, die te trainen. Ook dat ik gezegd, als er al een Alzheimer-diagnose is gezet, is het echt te laat. Dat ga je niet meer leren. Maar in de preventie kan het ook volgens mij echt een enorm goed tool zijn. Ik zelf doe vooral onderzoek met gezonde en jongere mensen, maar ook in Amerika ondertussen is er echt een aantal studies die aanraad dit soort dingen ook te implementeren in een preventie van geurenproblemen. Wat ik je kan meegeven is vooral, ik hoop dat het ook een beetje leuk was, dat leren geleerd kan worden. Ook op een hogere leeftijd, in iedere leeftijd, kan je nog leren je brein anders te gebruiken. En ik hoop dat het ook leuk was dit te doen. Ik kan je beloven, als je het doet en ook een beetje oefent, dat je ermee succes heeft. We hebben heel veel trainingsstudies gedaan en werd er nog nooit een enkele persoon wat helemaal niet werkte. Zeker heb je een verschil. Heb je mensen die echt enorme succes al hebben na 6 weken. Ik had ook een keer iemand die heeft na 6 weken al een pak spelkaarten in 2 minuten geleerd. Heb ik ook gezegd, laat het nu, het is nu echt goed. Dus ja, laat maar zitten. Maar dat is natuurlijk de uitzondering. Maar werd er niemand die het 6 weken lang heeft geoefend, waar dan geen succes mee was. Dat vind ik ook echt een belangrijke punt. Bij gezonde mensen dus. Ik kan je niet beloven dat je nooit meer iets vergeet. Dat is ook onzin, dat wil je ook niet. Natuurlijk hoort vergeten bij de manier hoe ons brein geuren maakt. Als afsluiting een kleine herhaal die dat even laat zien. Het gebeurt mij namelijk natuurlijk ook nog. Een aantal jaar geleden, nu ruim 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden, heb ik het Guinness Book of World Records gehaald met het wereldrecord namen onthouden. Dat was iets wat ook bij ons een beetje door de media ging. Onder andere belde mij een radioprogramma uit Berlijn. De medewerker zei, Boris, we hebben van jouw wereldrecord gehoord, gefeliciteerd, geweldig. We willen graag een interview met jou doen. Nou, leuk, zou ik graag willen doen. Live, als het mogelijk is. Nou, nog beter, doen wij. Volgende week dinsdag in het ochtendprogramma om 6:30. Je moet ook niet komen, maar kunnen gewoon bellen. Ja, voor een live interview ga ik dat graag doen. Ik heb ook gelijk de alarm, de wekker op mijn handy geprogrammeerd voor de volgende dinsdag voor 6:00. En op die dinsdag om 6:00 ging de alarm ook af. Ik ben ook wakker geworden. Het was dus allemaal goed. Tot ik dacht, 6:00, mijn eerste hoorcollege is om 10:00. Om 6:30 ging het weer. Ik dacht, is nu die alarm kapot? Nee, het is niet eens de alarm, het belt iemand. Moet ongeveer mijn antwoord geweest zijn. Aan het andere einde hoorde ik alleen, goedemorgen Boris, mijn excuus, ik ben een beetje laat. De host gaat live on air met jou in 3, 2, 1. Goedemorgen Boris, vertel ons eens, wanneer was de laatste keer dat je ooit iets hebt vergeten? Ja, dat moet eeuwen terug geweest zijn. Ik wil graag afsluiten met dankjewel te zeggen. Ik wil ook zeggen, het is nog precies 1 maand tot Sinterklaas. Ik heb trouwens ook boeken geschreven, ik weet niet hoe dat samenhoort. En vooral ben ik heel trots op het Geuren Survival Gids. Die komt namelijk eind van deze maand, begin december, eruit in het Nederlands bij Ambo Antos. Creëer meer rust en ruimte in je hoofd, waar ik het nog meer heb over deze technieken. Als je vragen aan mij hebt, ik ben makkelijk te vinden. Ik woon in Kranenburg, maar werk hier in Nijmegen, boriskronner.nl. En 1 minuut over, ik hoop dat mag nog. Dank jullie wel. Dank je wel. Boris, herzlichen Dank für diese wunderschöne Vorstellung. Ich Wahnsinn, was Sie gerade hier gemacht haben. Dankeschön. Ich glaube, Sie haben alle hier inspiriert auf die Art und Weise und das Gedächtnis oder die Sport, um das anzulernen. Und ich hoffe, dass viele auch die Webseite besuchen werden. Also, grüß die Mariette und nochmal ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Vielen Dank.